En dan is het leuk jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Minecraft Minigames. Het is aflevering 58 en ik hoor allemaal schoten achter me. Dat is best wel eng, maar ik ben in de lobby, dus er is niks aan de hand. In ieder geval, het is echt een superleuke aflevering geworden, net zoals de vorige aflevering. Als je de vorige aflevering niet hebt gezien, zeg, kijk hem even terug. Een paar dagen geleden geüpload. Het staat ook vast wel in de afspeellijst binnenkort, maar in ieder geval, veel plezier met kijken. Nou, doe vast een blauw duimpje omhoog. Dankjewel. En hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe aflevering van Minecraft Minigames. Dit is aflevering 58. En zoals ik al zei, ik ga hier gewoon verder. Ik neem dit wel achter elkaar op, omdat ik weet dat ik anders niet meer goed terugkom op dezelfde plek. Dus ik ga gewoon hier lekker verder. En ik heb bijna full armor gear. Wat ik ga doen, het is misschien helemaal niet leuk, maar ik ga even slash spawn doen. En dan ga ik nu ondertussen nog even kijken, kan ik hier nog iets meenemen? Ik kan hier dat koekje meenemen. En ik kan ook dit koekje meenemen. Oh niet. In ieder geval, ik ga even naar spawn, zoals jullie al zien. Ik ga even mijn spullen ordenen, dat jullie even weten dat ik niet ga vals spelen. Ik heb wel al voorwerk gedaan in mijn ender chest, want ik heb hier gewoon, dit is gewoon de bank en ik heb hier gewoon nog veel meer spullen. Kijk. Echt fucking veel spullen heb ik al. Maar ik moet alles gaan erin eigenlijk gaan doen. En wat ik kan doen, ik kan heel veel, kan ik een auto ook verkopen? Kan ik hier in een auto zitten? Ik kan hier ook in een auto zitten. Oh yeah. Kan ik hem aanrijden? Oh, ik kan iemand aanrijden. Oh, dat is vet. Fuck jou. Geef mijn auto terug. Mensen, ik rij iemand aan. En ik kan hier gewoon mensen aanrijden. Dat is vet. Oh. Maar dat is vet. Ik kan gewoon mensen aanrijden. Vet. Dus gewoon met als iemand hier gewoon AFK staat in een hoekje, kan je hem gewoon die manier gewoon killen. Ik kan trouwens, ik kan hier wel gear verkopen, dus oh, ik kan die spullen verkopen. Oké, okay, even kijken. Kijk, dit hier krijg ik gewoon al, oh, dat is kosten. Ik krijg hier 60 voor, en hier krijg ik 10 voor. Hier krijg ik 60 voor. En ik kan hier, kan ik niet zoveel mee in mijn ogen, dus die doe ik weg. Oh, die zit nu hier gewoon dubbel. Deze heb ik ook niet zoveel. Oh, Dragon of, dat klinkt wel cool. Tire 3. Doe hem ook weg. Ik denk, Rodney, wat de fuck ben je aan het doen? Nou, ik doe het gewoon zo, ja. Ik vind dat het mag. Die AK-74 vind ik vet. En die vind ik ook vet. Die vind ik ook wel vet. En die vind ik gewoon, de Iron Sword vind ik gewoon goed. Oké, okay, verder kijken. Dit is alleen tools. Is er nog een aparte winkel voor gear? Dat is volgens mij hier. Ik doe het gewoon om de aflevering, want dat vind ik leuk. Kijken, armor, dit is voor armor dus. En dan gaan we hier naar cell, chain. En dan doen wij die nog een keer. Wat hebben we dan nog meer? Niet heel veel bijzonders. Oh, we hebben nog gold. Zo, en die, en zo. En ja, die iron chestplate die hou ik wel gewoon, want die is natuurlijk fucking, goed. Dat hou ik gewoon. Kan ik eten verkopen? Ik weet het niet eigenlijk. En ik kan ondertussen wel mijn chunks even wat hoger zetten weer. Want dan is het natuurlijk helemaal niet leuk. Dus ja, dat doe ik even. Ik denk dat ik de rest niet kan verkopen. Guns. Nee. Nou, dan wat ik dan doe. Ga ik even hier naartoe weer. Ik kan dit verkopen. Die kan ik verkopen. Dat en dat. Oh, ik heb niet eens ruimte voor. Tuurlijk. En die erin. En die kan ik verkopen. Zo ga ik nog even terug. Ik ga gewoon even alles verkopen. Want dan kunnen wij. Uiteindelijk kunnen wij iets heel cools gaan kopen. Dit is een gunshop. Dus kan ik hier dingen verkopen. Die. Kijk, ik had al die dingen. Ik had ze allemaal. Dat is toch mooi. Even kijken. Wat gaan we verder doen hier? Armor. Oké, okay, dan doen wij deze. En die en die en die. Heel veel meer is er niet volgens mij. Ik kan al dat eten kan ik niet verkopen natuurlijk, dus. Kan ik je aanrijden? Hij wil mijn auto stelen, fucker. Als je dat echt waar serieus, als je dat doet bij iemand die AFK staat. Je kan hem echt heel erg kapot, maar je kan hem echt heel erg cool rage op die manier. Ik wil wel twee auto's meenemen. Laat ik even kijken. Dit heb ik hier. Dit kan ik hier zo laten.
Oké. Okay. Ik ga alles even netjes ordenen. Het is gewoon, dit wordt helemaal geweldig. Ik voel het gewoon. Ergens. Diep van binnen. Dit wordt hem. En dan doen wij shit. En dan doen we hier nog eten. Want zoveel hoef ik niet mee te nemen natuurlijk. Dat is helemaal niet nodig. Dan doen we hier nog wat van dit. Dit hier. Dit zo daar. Ik vind dat dit even zo hierbij mag. Zo, perfect. Oké, dan gaan we nu weer een random ding doen. Ik heb hier golden boots. Hoe kom ik aan golden boots? Ik heb echt geen idee. Wat ik eigenlijk wel cool vind om te doen. Is... Oh, ik moet helemaal niet hier zijn. Is eigenlijk wat mij een leuke idee lijkt. Om even alles uit te doen. Zo dus. Om niet al de beste gear te pakken. Gewoon alleen dit even zo. Gewoon dan gewoon kijken of ik hele goede spullen kan krijgen. Op deze manier doe ik deze doe ik weg. En dan doe ik deze twee doe ik weg. Gewoon zonder goede spullen. Gewoon kijken of ik wat cools kan, of ik wat kan bereiken. Zo ja, wat? Dat lijkt me cool om te doen. Jullie denken, god niet, what the fuck. Ik weet zeker dat jullie dit... Ten eerste, ik hoop echt dat jullie dit iets leuks vinden. Waar ben ik? What the fuck, waar ben ik? Wat is dit? Een soort van een verlaten dak? Zoiets? Het is een dak van een gebouw. Ja, geweldig, Rodney. Dit is wel een mooie plek om te snipen. Vanaf daarboven. Zeker. Hey, volgens mij ben ik hier geweest. Of is dit niet, of is dit waar ik gewoon, of is dit gewoon waar ik net was? Ik weet niet zeker. Is oké. Okay. Even kijken. Boom. Verder. Oh, ja, ik zeg heel vaak nu. Maar dat komt puur omdat ik echt geen idee heb wat ik nu moet doen. En ik ben er nog niemand tegengekomen. Maar zover ik begrepen heb, is het wel eigenlijk zo dat er heel veel mensen spelen. Maar dat het moeilijk is om iemand tegen te komen. Maar dat betwijfel ik een beetje nu ik al richting een half uur aan het spelen ben. En dat ik niemand ben tegengekomen. Dus ja. Oh. Perfect. Dat was gepland. Ja, echt wel. Even wat eten. Dan snipt iemand me straks nog. En ik ga hier naar binnen. En... Nee, niet interessant. Hier zit al de ingang, dus ik heb het al meteen gevonden. Wat geweldig, toch? Oké, we beginnen hier. Hier staan veel kisten, dus dat is positief voor mij. Oké. Hier een kist. Oh, die potatoes. Potatoes voor mij. What the fuck, Rodney? Die carrots, die neem ik wel mee. En dit heb ik niet nodig. Dat heb ik ook niet nodig. Zou een diamond pickaxe een AK-47 zijn? Ik zou het niet weten eigenlijk. Die auto laat ik daar zitten, want dan kan iemand anders nog even lekker rijden. Oh, is het ook nog een kist achter, of niet? Nee, ik zag het verkeerd. Sorry. Oké, even kijken. Hier zit een carrots. Die nemen we mee. Tuurlijk, nemen we die mee. Dat is doel vast een blauw neem in mijn ogen. Vergeet dat niet, want dat waardeer ik echt heel erg. Ik vind dit echt wel een leuke serie worden. Want in plaats van de hele tijd maar dezelfde minigames te doen. Dan dit is trouwens wel goed. Zo, in plaats van steeds dezelfde minigames te doen. Doe ik gewoon ook andere minigames op deze manier. Ik weet niet, maar ik betwijfel wel of dit echt een minigame is. Maar jullie begrijpen mijn idee in ieder geval. Dus dan komt wel een heel eind, hoop ik. En nu wil ik hierboven gaan komen. Met een jetpack. Want die heb je in GTA. Dus misschien hier ook wel. Moet je dan echt vanaf boven naar beneden komen? Ik denk dat het dat is, dus dat ik daar gewoon niet kan komen. Maar ik zie wel mensen al gewoon praten. Maar ik ga gewoon naar het gebouw in. Misschien vind ik straks wel iemand. En dan komen we het gewoon dikke bitch fight. Maar doet er alleen maar één bitch mee, omdat ik ook meedoe. Dat is niet dat ik dan... Wel benadrukt dat ik dan niet degene ben dat ik niet de bitch ben, hè. Dus even dat even goed duidelijk is. Oké. Okay. Dat moet waarschijnlijk... Sorry. Oh, er staat mijn auto hier. Kom mee, auto. Zou je zeggen dat ik veel rij? Nee, gold is niet beter. Vind ik ook. Oké. Okay. Zo, perfect. Op een of andere manier vind ik dit toch wel een beetje saai. Omdat ik helemaal geen actie heb. Ik had van GTA had ik toch wel wat meer actie verwacht. Dus ja, ik denk als je zou zien van, ja, weet je, GTA, even GTA spelen. Dan verwacht je in mijn ogen, ik zou dan wat meer actie verwachten dan wat ik nu heb. Maar ja, dat is mij eigen.
Oh, bedenk me net opeens. Misschien is dit wel gewoon een sniper ammo. Ja, dat is inderdaad ammo. Ik had nog helemaal niet naar gekeken. Maar misschien... Ik zat te denken, misschien is het wel een kogel of zo. Is het gewoon één kogel? Maar dat is het niet. Maar dat leek me al heel erg onlogisch. Dus ja. Niks. Ik zou het zo erg even iemand moeten vinden. Dat lijkt me eigenlijk wel geweldig. Het maakt niet uit of die me dood maakt. Maar gewoon even iemand vinden. Om gewoon nog een beetje fight te hebben. Oké, spullen. Mag ook. Toen was ik helemaal doorzichtig. Yeah. Doorzichtig zijn is vet. Vind ik ook. Ja, helemaal mee eens. Oké. Kan ik hier naar boven? Ja, ik kan hier naar boven. Oh, wat cool. Oh, wat een lang kuttrap. Ik ga straks naar beneden vallen. Zal dat niet in het andere gebouw ook dan? Ik heb beter idee. Dit is dan eerste verdieping en er zal niet zo extreem goed spul liggen. Hier ligt zelfs helemaal niks. Ligt hier wel wat? Nee. Ik ga gewoon helemaal naar boven lopen. Het is wel fucking ver. Maar oké. Ga ik gewoon helemaal naar boven lopen, want daar zal wel de mooiste spul liggen. Oh, ik ben al heel hoog. Dat is top. Vrij goed, vrij handig. Dit is wel een beetje een vervelende trap, want ik ga sowieso bij deze trap zou ik gaan vallen. Dat is een beetje, ja, logisch. Oh, ik ben op de bovenste verdieping. Top. Oké, zit hier iets? Zit hier echt helemaal niks, hè? Laat me raden. Zit hier echt helemaal niks? Oh, kom op nou! Ik zou bijna zeggen, weet je wat, ik ga naar de bovenste verdieping en ga gewoon dood springen. Ik ga gewoon naar beneden springen. Dan ben ik dood, maar dan heb ik wel misschien, dan heb ik nog iets spectaculairs. Zit hier serieus niks? Godverdomme. Tadaa. Zo. Dat gaat even een stukje sneller. Het naar boven gaan duurde mij al veel te lang. Dus dat naar beneden gaan mag voor mij ook al wat sneller. Dus ik zet ze weer even wat laag. Want het werd weer een beetje sloom. Ligt niet aan mij. Maar deze keer ligt het niet aan mij. Deze keer ligt het aan de server. Dus het spreekt me er niet op aan. Alsjeblieft. Doe dat niet. Oké. Er zit hier wel veel spul. Oh yeah. Dit is gewoon dikke gevangenis, heb ik het idee. Kun je dit ook dicht doen? Oh, je kan het ook gewoon dicht doen. Je kan ook gewoon mensen opsluiten hier. Wat vet. Moet je wel oppassen dat hier niet opeens iemand komt. Dan ben je best wel de lul in mijn ogen. Maar dan kan je ook gewoon slash spannen, dat is ook weer waar. Tuurlijk. Nee. Dankjewel. Je ziet hierboven dan wel iets? Kist met niks erin. Hey, laat me erin. Oh shit, wat is dit? Ja, ik zie nu echt al heel veel dingen. Dat is de bedoeling zou zijn dat je hier een texture pack bij hebt. Want dit is helemaal niet logisch meer. Dat je een spons ding hebt. Kan ik hier niet in? Nee, ik kan hier ook al niet in. Dit is echt geweldig. Bedacht. Wauw. Ik begin het een beetje vervelend te vinden. Zo, klaar. Als ik nou ook gewoon iemand zou vinden. Het zou wel leuk zijn. In twee afleveringen toch nog iemand vinden. Als ik nou gewoon met een auto ga reizen. Op de snelweg. En wat is dit? Klinkt... Het ziet er belangrijk uit. Dus had ik er maar weggaan blijven. Zo. Dit gaat al veel sneller. Dank u wel. Ik ga gewoon door de winkelstraten chasen. Hey, ik zie daar een naam. Oh, ik heb iemand gekild. Yeah. Kijk, zo doe je dat. Oh, sorry. Nee! Die is al sterker. Sowieso, hij heeft mijn auto gestolen.
Ik weet het zeker. Dat soort mensen delen altijd je auto. Dat is altijd zo. Maar ik heb net één iemand van teamers uitgemoord. Tenminste, dat is hoe ik het nu heb ervaren. Dus laten we naar buiten gaan, want waarschijnlijk is die gast hier niet meer. Dus dan is er niks interessants meer. Heeft hij mijn auto gestolen? Hij heeft niet mijn auto gestolen. Oh, wat een baas. Hij heeft niet mijn auto gestolen. Wat geweldig. Oh, door de winkelstraat en met een auto. Wauw. Ik vind het echt awesome. In echt Minecraft moeten ze dit ook maken. Misschien een beetje onlogisch, maar het is wel vet. Even kijken. Iemand. Per toeval. Ik kan wel even hier kijken. Nope. Hier naartoe en... Stop Rodney. Oh, Iron Helmet, dank u wel. Kijk. Daar stoppen we wel even voor hoor. Ja, dat doen we wel even. Eens even kijken. Oh. Oh, kijk. Dat nemen we ook wel even mee. Dankjewel. En dat, ja, ik ben echt zo van, ik wil alles wat ik zie meenemen. Dus dat is in dit geval misschien wel heel erg slecht. Want heb je heel snel je hele inventory vol. Laten we gewoon even gaan kijken. Ik weet dat we ongeveer tegen een kwartiertje aan zitten. Of over een kwartiertje. Maar ik vind het zo leuk. Dus ik wil gewoon verder gaan. Ik vind het wel echt heel leuk. Dus ik denk dat ik er wel nog een paar afleveringen van gaan maken. Als jullie het ook leuk vinden, weet je. Dan doe ik dat. Dan neem ik het zeker mee. Misschien wordt het dan... Dan doe ik het gewoon veel vaker. Oké, kan ik hier ook op? Oh, dat kan ook. Oh, vandaar dat het gewoon... Oh, hier kan het niet. Oké, wel. Hop. Hoppa, hoppakee. Kan ik ook springen zo? Nee, dat kan niet. Dit is echt leuk. Ik vind het echt vet. Kan ik ook achteruit kijken? Nee, ik heb geen achteruitkijkspiegels. Ho! Ja, crash. Ja, dat heb je wel eens, hè. Beter dat je toppen kijken, Rodney. Als ik zo snel ga, dan zijn 6 chunks inderdaad niet genoeg. Nee, dat vind ik ook, Minecraft. Oké, eens even kijken. Kom ik aan. Fuck. Niks goeds. Iron pickaxe, dank u wel. Die wil ik altijd al hebben. Altijd al willen hebben. En ik moet gewoon even kijken naar... Ik moet gewoon even zoeken naar mensen. Eigenlijk. Dat is het hele punt. Als me dat gelukt is, dan heb ik gewoon dikke epic battle. Eens even kijken. Er zit hier een command block. Dat is niet positief, denk ik. Give Rodney 257 the sword. Ah? Huh? Ga deze up. Even kijken. Kan dit ook omhoog of zo? Nee, dat kan. Jammer. Waar geluid maakt dat? Zo. What the fuck? Hey, kijk, spullen. Dank u wel. Ik heb exact 2 mensen gevonden. Ik heb er eentje gekild. Nou, wauw. Zijn dit tanks? Het lijkt een beetje... Oh nee, het zijn van die knikdumpers. Ik weet niet of jullie die naam kennen, maar dat heet zo. Er zijn van die wagens die hebben daar dan al die dirt of al die aarde. En die kunnen dan die hele bak naar achteren gooien. En dat heet de knikdumpers. Ik wist het zelf ook niet hoor. Oké, we gaan dan naar die kist. En dan heb ik het idee dat we hier wel iemand gaan vinden. En ik weet het. Maar ik ga toch nog... Toch ga ik dit lekker uitzoeken. Want ik vind het echt fucking grappig. Wauw. Nog iemand? Niet? Ik vind het een McDonald's. Ja, vind ik ook. Helemaal mee eens. Oh. Dikke crash. Nou, in ieder geval, ik ga hier de aflevering sluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet niet een like achter te laten. Reageren en abonneren als jullie dit leuk vonden. Gooi even deze weg. Neem de auto mee. En dan wil ik eigenlijk nog even deze... Wil ik in deze winkel de video afsluiten. Dan komt dat helemaal goed. Er is één ding wat ik nog wil proberen, eigenlijk. Is
Dit. Nee, dat kan niet. Boom! Oké. Dat is in ieder geval... Oh. Dat is in ieder geval fucking vet. Maar dan wil ik jullie echt heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze aflevering ook leuk vonden. Net zoals de vorige. Want ik vind het in ieder geval best wel heel leuk om te maken. Dus dat is natuurlijk heel belangrijk. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En dan wil ik zou ik zeggen, bedankt voor het kijken. En in Zoom. En gedag.